Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. En mijn eerste vondst is een sleuteltje. Ja, ik verwacht ook niet zoveel vandaag. Want ik ben op een soort van speelveldje bezig waar ik eigenlijk al best wel vaak gezocht heb. Maar ik denk ik ga het gewoon nog een keertje proberen met de deus eroverheen om te kijken of ik wat heb laten leggen. Dus dat is eigenlijk een beetje de missie. Kijken of ik wat heb laten leggen. En dat doe je gewoon door over een veld waar je al vaker bent geweest, gewoon eens met een andere metaaldetector, even met een frisse blik, noemen ze dat. Dus. Ik heb hem op park staan. Voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel gedaan. Ik heb de discriminatie staat op 7. De sensitivity staat op 90. Frequency shift op 3. Iron formule op 5. Maar ik wil graag alles horen. Reactiesnelheid op 2,5. Audiorespons op 4. Dat maakt bij park, vind ik, niet zo heel veel uit. Want de diepte, dat maakt niet zoveel uit. 90% van de vondsten die je op park vindt, liggen toch altijd 1 spade diep. Dan heb ik het scherm veranderd, uiteraard. Dat doe je via opties. Dan ga je naar settings, druk je op select. En dan kan je hier ook kiezen profile NX of XI of het hoefijzertje. En bij het hoefijzertje krijg je hier heel groot de VDI in beeld. En met het XI krijg je netjes de conductors in lijnen. Dus die heb ik een keertje op XI staan. Kijken of het werkte. Ik heb de XI-scherm heb ik bekeken. En het gaf een mooie rechte lijn. Met een mooie toon. Dus dit zou dan een muntje kunnen zijn. Maar ja, het kan ook blik wezen. Helaas pindakaas. Kijk, met een beetje geduld komt het wel. De eerste 10 cent is er. En dan zie je mooie scherpe lijnen. En voor de zekerheid zie je altijd hierboven in het hoekje nog de VDI. De reden dat ik zoveel rommel opgraaf nu, is omdat ik gewoon alle signalen die maar redelijk in de buurt van iets komen, die graaf ik nu op. Ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Daar is die. 20 centjes.
Ja. Zie je? Hij komt er wel. €0,50. Dat is een stuivertje. Die ligt er al een heel tijdje hoor. Jongens. Kijk. Ik kan jullie even wat laten zien. Zie je dat? Een mooie strakke lijn. Met 84 strak. Super netjes. Een stuivertje. Batterij leeg. Een tubetje. Het is echt godsgeklaagd hoeveel rotzooi. Ik ga gewoon een stukje opschuiven. Nou weet ik wel dat jullie denken van potverdorie, nou zit ik naar een video te kijken en er wordt eigenlijk niet zoveel gevonden. Maar moet je eens kijken wat voor opgave ik heb. Kijk, ik heb wat jongens om me heen lopen en die vroegen zich af wat ik nou weer gevonden had. Ja, op een speeltuintje kan je soms ook hele oude dingen vinden. Dit is een accijnslootje, een zegelloodje. En die jongen net hier voor me met die blauwe schoenen, die zegt, is dat net zo bijzonder als een Fortnite skin? Fortnite skin doet dat. Nou ja, ik denk dat deze misschien nog wel bijzonderder zijn dan een Fortnite skin. Ja. Deze kost wel meer dan een paar €4 hoor. Ik dacht dat het die euro kost. Dit is 1000 V-bucks. Als je goed kijkt zie je een boompje met allemaal soort van appeltjes erop. Zie je dat? Ja. Sinaasappeltjes of mandarijntjes. Dit is zo'n beetje hoofd van schildpad. Ja, dat lijkt het op hè. Ja, maar dit zat vroeger aan een zakje met mandarijnen of een zakje met voedsel. En dan wist je dat de belasting overbetaald was. Dus net zoals dat je nu een prijskaartje hebt. Bij de Albert Heijn? Dan kan je niet zien dat de belasting is betaald. Nee, maar nu is het logisch dat je belasting betaalt. Maar vroeger wilden mensen nog wel eens stiekem geen belasting betalen. En dan kon je zien, aan zo'n loodje als dit, kon je zien dat de belasting betaald was. En deze? En deze? Ja, heb je belasting betaald? Ja, dat denk ik wel. Wat kost het niet? Over de vruchten, over de fruit. Hoe duur is die? Ja, dat weet ik niet. Dat staat er niet op. Hoe oud denken jullie dat dit is? 10 jaar. Nee, veel ouder. Veel ouder. Als ik nou zeg dat het meer dan 100 jaar is.
200 jaar. Ja, tussen de 100 en de 200 jaar misschien wel. 150. Ja, zoiets. Toen waren Romeinen. Ga ik het vertellen. Naar de winkel. Romeinen. Dus, nog wat. Hey, nee. Jij met je Fortnite, heb je op zitten letten? Zo, we gaan de boel opruimen. Moet je eens opletten, hé. Ik heb een zeiltje gekocht. Ik kreeg continu op mijn sodemieter van Wilma dat de auto zo vies werd. Huppatee, achter in de auto. Mooi zeiltje, blijft alles lekker schoon. Zo. Schoon. Schoon. Ja, ik ben net door de wasstraat geweest met mijn auto, dus ik moet hem wel een beetje schoon houden. Zo, onderweg naar huis. Heb ik alles? Laarzen, pinpointen, schep. Ja.